Oh, het is nog vroeg en het is gewoon nu al heet in de avond. Nee hoor. En Marco woont met meiden, dus die mag het gaan doen met wat meer meidenkleuren. Oké, het is zo best wel donker, maar ik heb de muggenlamp aangezet en verder heel weinig licht aan huis. Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb het super heet, want ik dacht laat ik mijn strijk maar gelijk in de ochtend doen, dan is het wat minder heet, maar ja, als je boven het strijkplank en strijkijzer hangt op zolder, in deze temperaturen is het alsnog heet. Kijk, voor 200 euro. Ja, maar je moet tekenen hem op, dan krijg je ook muntjes. Heb je al je tekeningetjes al gedaan? We zijn weer draw something aan het doen. Sarah mocht even. En dan ga ik zo douchen. Ik dacht, laat ik eerst gaan strijken. En als ik het dan zo heet krijg en mij helemaal vies voel, dan douche ik daarna. Dat vond ik een slimmer plan dan andersom. Dus ik doe nu even nog snel wat eten en mijn thee drinken. En dan ga ik me weer fris en fruitig maken. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Ik heb het gelijk weer warm van het aankleden. Ik heb deze top aan van Philippe K. Broekje van Guess en Edited Sandalen. En we gaan zo even naar de winkel, want ik wil nieuwe kussentjes voor op de bank. Want deze kunnen echt niet meer. Oh, het is nog vroeg en het is gewoon nu al heet in de auto. Nee hoor. Nou, het is echt wel heet in de auto. Niet zo heet als van de week. Maar het is echt wel heet in de auto. Zo, ik. Alleen je kan nog wel... Ik hik de hele tijd door elkaar, mama. Hik je door elkaar? Wil je de airco omhoog tikken? Dat vind je leuk, toch? Of heb je het te warm voor? Op zijn max. Kan ik vast gaan rijden? Zo. De kamer staat een beetje laag. Hoi. We zijn weer thuis. Oh, het is zo heet hier binnen. Ik kom uit de auto, daar was het cool. Ik ga laten zien wat we allemaal gekocht hebben. Jij wilt dat laten zien? Ja. Ik heb wat knutselspelletjes voor mijn vriendin. Gewoon 2 tekenboeken. Unicorn dingen. Dat is wel leuk, hè? Ze heeft een cadeaumandje voor de vriendin de verjaardag. Ja, en dan 1 ding kunnen jullie... Oh. Kijk. Zo, hoi. Zo, hallo. Zo. Lippie, deeg. Dat is leuk, hè? En wat stik. En heel veel stickers. Ga je hem aan tafel vast leuk inrichten. Kom maar. Ik heb 2 simpele katoenen shirtjes gekocht. Deze voor mij, gewoon zo'n tanktop. En voor Sarah een basic t-shirtje. En daar willen we morgen even wat leuks mee gaan doen. Dus kijk vooral morgen even. Dan leg ik uit wat we doen. En ga doen. We hebben UFO-snoepjes. Ah, oh, deze is niet zo lekker. Een mini schaal. Want die grijpen we wel vaker op mis. Oké, nou, er staat ook wel heet in nog. Zij je? Nee, er staat een temperatuur op deze. Had ik nog niet gezien, heel boeiend. Roze, we wilden wat meer meiden dingen. Scheermesjes, dit zijn echt mijn favorieten. En waar we vooral ook voor gingen. En dus ik heb er niet zoveel als ik dat ik zou willen. Ik heb deze allebei in 2 keer, maar ik kan ze in 1 keer laten zien. We hebben even een nieuwe kussentje op de bank. En we gaan er wat meer meidenkleuren in gooien. In huis. Want daar moeten we een aantal wel echt van weg. En Marco woont met meiden, dus die mag het gaan doen met wat meer meidenkleuren. Wel heet. Ja, stom. Het koelt buiten zo af. En in de auto is het echt nog steeds een sauna. In mijn kamer is het nog wel heet. Ja, daar is het wel echt nog heet. Ik ga even Sarah naar de afspraak brengen. Even snel langs moeder en dan Sarah weer ophalen. En kijken of ik die hit uit de auto krijg. En nu is het tijd om weer lekker te barbecuen. Ik vind het altijd heerlijk om te barbecuen, maar echt, ik ben helemaal lek gestoken. Echt niet normaal meer. Ja, ik weet niet of het beeld heel goed zit. Hier en hier en hier en echt zo overal. Ik weet niet of de camera het oppakt, maar het is echt bizar geel de lucht. Je ziet ook alles buiten helemaal geel. En aan die kant wordt het wel wat donker. Maar dit is zonder filter. Het hele gele bizarre lucht. Ik vind het echt cool. Ook als je om je heen kijkt, het is gewoon geel. En nu gaat de onweer aankomen.
Nou, hij heeft een beetje moeite met scherpstellen. Je ziet het elke keer al heel raar in de lucht. Ik vind het wel mooi om naar te kijken, omdat het nu nog net verder is. Zometeen vind ik het iets minder tof, denk ik. Ik hou niet zo heel erg van onweer. Flits, flits. Het is wel echt een prachtige lucht. Kijk ook daar. Het zonnetje nog net. Het is echt mooi. En hier helemaal donker en flitsen. Oké, het is zo best wel donker, maar ik heb de muggenlamp aangezet en verder heel weinig licht aan huis. Het was net echt zo erg. Ik ging dus met Nestoziel al mijn muggenbulten die ik had, daar ging ik een stipje zalf op doen. En toen ging ik kijken in 10 minuten hoeveel keer ik dan verder gestoken zou worden. En eigenlijk had ik het moeten filmen, want het was echt heel erg. En toen heb ik dus 10 minuten getimed. Ik was gewoon nieuwsgierig, ik had gewoon eigenlijk niks beters te doen. En toen had ik gewoon om mijn benen alleen al 18 muggenbulten in die 10 minuten erbij. Nieuwe. Dat ik echt denk, hoe dan? Ik ben echt, ik zweer het, de allergrootste muggenmagneet van het jaar. Echt, ik weet niet wat het is dit jaar. Maar gewoon, mijn benen tintelen gewoon van al die bulten. Dat echt gewoon mijn hele huid... Gewoon gevoelig en irriteerd. Gevoelig is en irriteerd. Ja, het is echt gewoon niet normaal. Ook als je over sommige delen van mijn benen gaat, dan lijkt het net of ik een soort puist heb of zo. Omdat het helemaal bobbelig is. Het is gewoon echt extreem. Maar goed, ik ja, behalve smeren. Dit is echt mijn beste vriend. Deze heb ik sowieso dit seizoen elk jaar... In huis overal liggen. Het ligt er een in mijn nachtkastje, ligt er een in de secretair. Ligt er een in het medicijnkastje. Die ik altijd in mijn tas dan meeneem, die is op. Dus ik moet echt even morgen een nieuwe erbij halen. Want ik wil ze altijd gewoon binnen handbereik. Want echt, dit is het enige wat dan nog een beetje helpt. Na 1, 2 of 3 keer smeren is gewoon de hele bult dan wel weer weg. Maar ja. Het moet eigenlijk gewoon niet gestoken worden, maar ik heb zo vaak dingen geprobeerd. En ja, het werkt allemaal niet, weet je. Dat moet je dan allemaal op je smeren, maar ik word even hard gestoken. Dus ja, waarom dan nog de moeite doen om dat soort dingen te doen als het toch niet helpt? Echt, oh, maar ik word helemaal lijp van die jeuk. Maar we hadden het vannacht ook, toen in de slaapkamer werden we ook zoveel gestoken. En Sarah was bij ons komen liggen, omdat het echt niet te harde was op haar kamer. En toen hebben we uiteindelijk de muggenlamp op de gang, hoog op de trap gezet. En dan wel de deur, zeg maar, zo open dat je wel het licht zag, maar dat wij niet in het felle licht keken. Ik moet echt niet komen, want het jeukt zo erg. En toen ging het dus wel beter. Dus ik denk dat we echt een hoop muggen vermoord hebben. Maar ik hoop dat dit nu helpt, voor mijn gevoel wel. Want ik heb volgens mij geen nieuwe recente bulten de afgelopen kwartier opgelopen. Het is gewoon niet normaal. Echt, ik kan er gewoon niet tegenop smeren. Ik word er helemaal gek van. Dat zijn als je hier net zo allergisch voor bent als bijvoorbeeld voor bijen of wespen steken. Nou, dan zou ik echt er niet meer zijn. Zoveel als ik gestoken word. Echt... Ik denk, als ik een rondje om elke muggenbult zou zetten, dan zouden mijn benen helemaal zwart zijn nu. Ik ga nu even editen trouwens. Marco is net naar bed. En ja, ik kan wel zeggen dat ik op tijd naar bed wil, maar dan zou ik nu naar bed moeten gaan. Ik ga nu editen, dus ik ben een opgegeven zaak. Ik ga zo even mijn lamp pakken en die gaat mee naar boven. En dan ga ik lekker slapen. Dus, ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Doei doei!